Dag allemaal en welkom terug. Nu we gezien hebben wat kritisch denken is en hoe we zelf kunnen kritisch denken, rest ons de belangrijke vraag waarom we zouden kritisch denken. Wat is het belang van kritisch denken? En die vraag die zou ik jullie zelf graag eerst eens voorleggen. Nu we elkaar niet fysiek kunnen zien, stel ik voor dat jullie even nadenken over deze twee belangrijke vragen. Je kan even de recording stoppen, pauzeren, en dan zal ik daarover mijn idee geven. Dus de eerste vraag is, zijn er volgens jullie weldadige illusies? Zijn we met andere woorden soms gebaat bij irrationaliteit? En de tweede vraag is, wat is volgens jullie het belang van rationaliteit? Waarin ligt het grootste belang van kritisch denken, met andere woorden? Nu, over de vraag of er weldadige illusies zijn, lopen de antwoorden nog uiteen. En doorgaans, wanneer je die vraag aan mensen voorlegt, dan kunnen ze wel met een aantal voorbeelden komen van irrationaliteit, van illusies, die ons eigenlijk wel goed uitkomen, die ons wel goed van pas komen. Zo dacht Marcel Proust, de bekende Franse auteur, dat het leven ondraaglijk zou zijn moesten we helemaal geen illusies hebben. Denk ook bijvoorbeeld aan wat Marx zei over religie. Hij noemde dat het opium van het volk. En heel vele mensen krijgen een enorme steun uit religieuze wereldbeelden, uit het feit dat er een liefhebbende God is en een eeuwig hiernamaals. En wie zijn wij uiteraard om dit van die mensen af te nemen? En wat is er ook mis met een goede placebo? Het is dus bij lange niet altijd duidelijk dat er geen weldadige illusies zouden zijn. Maar toch moeten we, denk ik, op ons hoede zijn voor illusies. En dat voor twee redenen. Eerst en vooral kennen veel van deze illusies wel een donkere keerzijde van de medaille. Neem nu homeopathie. Als we volgens het wetenschappelijk protocol dat jullie inmiddels goed kennen, dus met gerandomiseerde dubbelblinde proeven met controlegroep, als we daarmee homeopathische middelen gaan testen, dan blijkt dat die geen effect hebben boven een placebo-effect. Maar wat is er mis, zoals ik reeds aangaf, met zo'n placebo-effect? En uiteraard, daar is niets mis mee als het gaat om onschuldige aandoeningen of algemene ondersteuning van de gezondheid. Zo'n placebo-effect, ja, dat geeft ook wel wat verbetering. En dus is daar op zich niets mis mee. Maar er zijn vandaag bijvoorbeeld homeopathische middelen op de markt die zogezegd beschermen tegen malaria. Dat doen ze niet. En voor ook ernstigere ziektes gaan mensen teruggrijpen naar homeopathische middelen en naar andere volledig ongefundeerde alternatieve geneesmiddelen of ingrepen. En daar houdt het uiteraard op met onschuldig te zijn, want dan staan mensenlevens op het spel. In de meest extreme vorm kunnen zo'n niet gefundeerde medische cirkels heel veel schade aanrichten door bijvoorbeeld te gaan waarschuwen tegen vaccineren. Ze waarschuwen dat je jezelf niet moet vaccineren, je kinderen niet moet vaccineren en dat op basis van ongefundeerde geruchten dat vaccinaties schadelijk voor de gezondheid zouden zijn of bepaalde zaken zoals autisme zouden veroorzaken. Nu, dat is helemaal niet het geval en hier uiteraard houdt het opnieuw op met onschuldig te zijn, want er staan een heleboel mensenlevens op het spel. Nu, een tweede belangrijke reden waarom we op ons hoede moeten zijn voor illusies, is omdat, zoals ik reeds in een vorig college heb aangegeven, omdat illusies de neiging hebben om zich te vertakken in ons denken. We willen er namelijk een coherent wereldbeeld op nahouden, dus, en dat blijkt ook uit onderzoek, gaan illusies in een bepaald domein vaak leiden tot andere illusies. Degene die open staat voor voorspellende krachten van astrologie, staat ook meer open voor allerlei vormen van divinering, handpalmlezen, alternatieve therapieën enzovoort.
die volstrekt irrationeel kunnen zijn. Dus zelfs wanneer we een bepaalde illusie zouden binnenlaten in ons denken, die ons geen schade zou berokkenen of misschien zelfs positieve effecten zou opleveren, dan nog kunnen we niet uitsluiten dat we de deur niet openzetten voor andere illusies die wel schadelijk kunnen zijn. Blijkt dat we illusies niet selectief kunnen binnenlaten, dus openstaan voor illusies leidt tot meer illusies. Maar veel belangrijker dan de impact van irrationaliteit op ons eigen leven en op ons eigen persoon is, denk ik, de impact van irrationaliteit op de wereld. En een aantal van de grootste problemen die we in onze samenlevingen tegenkomen, wel, die kunnen door de bril van kritisch denken geanalyseerd worden. En een eerste is oorlog. Nu, oorlog wordt gevoed door een aantal zaken, niet op zijn minst ons aangeboren in-group-out-group bias, een soort aangeboren tribalisme waarin we meer vertrouwen zullen hebben in mensen in onze dichte omgeving, maar ook een veel positievere dispositie zullen hebben naar deze mensen dan mensen buiten de groep, dus een soort aangeboren argwaan of zelfs hostiliteit naar mensen buiten onze groep, wat leidt tot oorlog, maar ook tot racisme enzovoort in eigen samenlevingen. Maar oorlog blijkt ook gevoed door een andere belangrijke bias. En ik stel voor dat jullie die twee kleine YouTube-clips gaan zien. De eerste is wel heel lang, maar je moet eigenlijk enkel maar de eerste twee minuten bekijken van dit clipje. Het clipje dat gaat over Hitler die de oorlog verklaart aan de Verenigde Staten. En het tweede gaat over Bush die de oorlog verklaart aan Irak. En vooral de laatste minuut van die tweede clip is relevant. Dus ik stel voor dat jullie die clip gaan bekijken. Jullie vinden die uiteraard in de slides die ook op Canva staan. En die kunnen jullie daar aanklikken. En dat jullie gaan nadenken over welke redeneerfout hier nu aan het werk is. En die redeneerfout hebben jullie hopelijk geraden, wel, die is overconfidence. Overconfidence blijkt een vast ingrediënt te zijn in oorlogen. Want om een oorlog aan te gaan, moeten beide partijen geloven, anders doen ze dit niet, dat ze het conflict kunnen winnen. Dus in de meeste conflicten is minstens één partij, maar soms zelfs beide partijen, als een conflict heel lang aansleept en de kosten worden veel groter dan verwacht, is minstens één partij overconfident. En volgens de historicus Blaney is die overconfidence, of een soort blind optimisme zoals hij het noemt, is dat een centraal element van elke aanloop tot oorlog. Zo beschrijft hij de Eerste Wereldoorlog, waar beide partijen dachten dat ze als overwinnaar kerst thuis zouden vieren in 1914. Uiteraard sleepte het droeve schouwspel veel langer aan en waren de kosten vele malen hoger dan ze ooit hadden vermoed. En ook was dat het geval, zoals jullie in de clipje zagen, bij Hitler, die de oorlog verklaarde aan de Verenigde Staten en zich zo een vijand op de hals nam die vele malen sterker was dan hij vermoedde en uiteindelijk zou leiden dat de Duitsers die oorlog hebben verloren, tezamen met een aantal andere fouten, ook door overconfidence ingegeven, zoals het onderschatten van de Britse luchtmacht. En we zagen het ook bij Bush in zijn oorlogsverklaring naar Irak, niet zozeer over het militair overwicht dat hij had boven het Irakese leger, dat was wel redelijk duidelijk, maar zeker een overconfidence over hoe de afloop van die oorlog er zou uitzien. Hij dacht dat het heel snel zou leiden tot een stabiliseren van de regio, een einde van terroristische aanvallen op westerse landen enzovoort, wat hij in die clip lijkt aan te geven. En ondertussen weten we uiteraard dat dat niet het geval was, allerminst zelfs het geval. En interessant ook over die overconfidence en oorlog, is dat dat een van de belangrijke redenen is, volgens Dominic Johnson, een politieke wetenschapper, waarom democratieën doorgaans minder oorlog gaan voeren. Nu, democratieën voeren minder oorlog om een aantal redenen, wellicht ook omdat als de bevolking zelf de touwtjes in handen heeft,
dat het minder snel bereid is om haar kinderen naar een oorlog te sturen waar ze eventueel niet uit terug zullen komen. Maar, zegt Dominic Johnson, ook voor een belangrijke reden heeft dat te maken met dat publiek debat, wat een centraal aspect is in democratieën, dat dat de overconfidence van enkelingen aan banden legt. Dus wanneer de beslissingen worden gemaakt door enkelingen, dan blijken die vaak enorm overconfident te zijn en gaan die sneller over naar militaire ondernemingen dan wanneer daar een belangrijk debat aan vooraf gaat. En je ziet ook dat zo'n debat en een soort rationeel, kritisch in overweging nemen van intelligentie, van informatie, dat dat ook oorlogen kan voorkomen. Een mooi voorbeeld daarvan is in de Koude Oorlog, toen de wereld eigenlijk op de rand stond van een nucleaire ramp, dan zagen we dat de twee hoofdrolfiguren en de diplomaten die hen daarbij hielpen, Kennedy voor de Amerikanen en Khrushchev voor de Russen, dat die uiteindelijk wisten het hoofd koel te houden en op een objectieve manier, of toch tamelijk objectieve manier, naar de intelligentie te kijken en zo die enorme ramp hebben weten te voorkomen. Dus heel belangrijk om die overconfidence van enkelingen aan banden te leggen. Het kan en het gebeurt heel vaak dat het oorlogen voorkomt. En die positieve illusies, die overconfidence en ook de illusie van controle die daaruit volgt, het feit dat we denken, of dat we snel geneigd zijn te denken dat we de afloop van iets heel goed kunnen inschatten, wel, die richten ook ravage in een heel andere context. De context van de financiële wereld. En ook hier heb ik een korte YouTube-clip voor jullie klaar, die ik graag zou hebben dat jullie gaan bekijken over de financiële crisis van 2007-2008. En daaruit blijkt ook heel duidelijk dat risicogedrag, gedreven door overconfidence, dat een heel belangrijk ingrediënt was in deze crisis. Eerst dan vooral risicogedrag van banken door leningen te geven in de Verenigde Staten aan mensen huizingenleningen, mortgages dus, aan mensen die eigenlijk niet konden terugbetalen. Dan ook risicogedrag van investeerders door allerlei collateralized debt obligations, dus samenvoegingen van allerlei schulden, die zogezegd ook heel winstgevend zouden kunnen zijn, maar die een enorm risico met zich meebrachten. Dus risico nemen van die investeerders om dat soort zaken te kopen. En zo ging de wereldeconomie, stortte de wereldeconomie als een kaartenhuisje in. En die overconfidence in een financiële context, die wordt ook gedreven door andere redeneerfouten. En één belangrijke redeneerfout daarin, die tenminste de beleggers enorm beïnvloedt, is de hyperactieve patroondetectie. Dus het zien van allerlei patronen die er eigenlijk niet zijn. Nu, heel veel financiële experten en traders enzovoort gaan hun beleggingen gaan baseren op allerlei complexe modellen die proberen te voorspellen wat de markt zal doen. Nu, statistische analyse toont aan dat er zogenaamd geen correlatie is tussen de prestaties van die top traders en die funding en die grote funds, die beleggingsfondsen, over de jaren heen. Dus dat wil zeggen dat het eigenlijk gewoon allemaal op toeval en geluk aankomt. Zoals Burton Malkiel het hier wel redelijk extreem stelt: a blindfolded monkey throwing darts at the newspaper's financial pages could select a portfolio that would just do as well as one carefully selected by experts. Het enige dat je nodig hebt is dat het aapje, wel, dat die genoeg van die pijltjes afschiet, want dan krijg je een gediversifieerde portefeuille. Maar dus ondanks het feit dat niemand blijkbaar kan voorspellen wat de markt zal doen, zijn er toch heel veel beleggers die denken dat ze dit kunnen en die daarom grote risico's gaan nemen. En natuurlijk zijn er die grote risico's nemen en die wel degelijk grote successen kennen, soms meerdere jaren op rij. En aangezien dat de beleggingsfondsen zijn die het nieuws halen, en dat we dus van enkel die succesverhalen vooral horen, wel, dan lijkt het voor anderen dat het dus wel degelijk mogelijk is om te voorspellen wat de markt zal doen en om heel mooie winsten daarop te behalen.
hier speelt dus ook wel een vorm van toevalsblindheid. We zijn blind aan de grote mate waarin toevalligheden, pure luck, waarin dat een rol speelt dus in deze prestaties van die beleggers. Nu is er één domein dat doorgaans wordt gezien als een bijzonder heilzaam domein. Eén domein van irrationaliteit, zoals we het genoemd hebben. En dat is religie. Volgens Napoleon, wel, kon je voor elke kerk die je bouwde een gevangenis gaan dichtdoen. En ook de eerste president van de Verenigde Staten, George Washington, dacht er zo over. Volgens hem waren religion and morality the pillars of human society. En vandaag nog steeds denken heel vele mensen daar op zo'n manier over. In de Bible Belt, de heel religieuze staten van de Verenigde Staten, blijkt dat de minst vertrouwde minoriteitsgroep, dat de atheïsten zijn. Die worden minder vertrouwd dan zelfs de moslims en dit na 9/11. En de redenering gaat als volgt. Wel, als mensen niet geloven in een god, dan hebben ze geen reden om zich moreel te gedragen, want dan moeten ze niet vrezen om gestraft te worden in de hel voor hun immorele gedragingen. Dus deze mensen zijn niet te vertrouwen. Nu, in een vorig college over de domeinen van irrationaliteit hebben we gezien wat de voedingsbodem, de cognitieve voedingsbodem van religie is. En dat had niets met moraliteit te maken. We hadden het over hyperactive agency detection, over een intuïtief dualisme. We hadden het ook over een voorkeur voor die teleologische verklaringen, die doelmatige verklaringen. En ook voor het overgrote deel van onze geschiedenis hadden religies geen morele component. Er waren geen morele regels verbonden aan de animistische religies die we voor het grootste deel van onze geschiedenis kenden. De typische religies van de jagers-verzamelaarsmaatschappijen en de traditionele kleinere maatschappijen of samenlevingen. Religie, blijkt, is eerder laat in moraliteit terechtgekomen. Denk zelfs aan bijvoorbeeld de religie van de Grieken en de Romeinen, die polytheïstische religie, waarin de goden nog voorbeelden waren van moreel gedrag, nog strenge toezichthouders op het moreel gedrag van de gelovigen. Dus die moraliteit is eigenlijk bijzonder laat in religie geslopen. Je ziet het enorm in de abrahamistische religies, het jodendom, het christendom en de islam. En volgens wetenschappers van de religie komt dat omdat door het integreren van die morele normen binnen die religies, dat die groepen harmonieuzer en beter konden samenwerken, dat er minder conflict in die groepen was, dat de mensen zich beter aan die sociale regels hielden en dat die groepen daardoor een belangrijk voordeel hadden. En dat verklaart volgens hen dan ook een deel van het cultureel succes van die morele religies. Het feit dat vandaag meer dan de helft van de bevolking ofwel christelijk ofwel moslim is, zou daar voor een deel mee te maken hebben. Maar het heeft voor een belangrijk ander deel ook te maken, en dat is de keerzijde van die religieuze prosocialiteit, dat die morele normen binnen die religie, dat die wel heel goed in staat zijn om de mensen binnen de groep sterk te laten samenwerken en harmonie te creëren in deze groep, dus conflict in deze groep aan banden te leggen, maar tegelijkertijd ook wel hostiliteit gaan promoten naar andere groepen, of toch tenminste een soort onverdraagzaamheid in zich dragen naar andere groepen toe. Denk aan alle religieuze conflicten die er geweest zijn in de geschiedenis van het christendom en ook in de geschiedenis van de islam. Denk aan al het proselytisme dat er geweest is, dat wil zeggen het bekeren van andere zielen, van dus niet-gelovigen, en dat heeft wellicht voor een belangrijk deel ook te maken met het cultureel succes van deze religies. Dus wanneer we het hebben over religieuze prosocialiteit, het feit dat religies uiteindelijk ons meer harmonieus en ons altruïstischer maken, dan hebben we het vooral over de relaties binnen deze groep. En de keerzijde daarvan is dat dat vaak hand in hand gaat met meer onverdraagzaamheid naar andere groepen toe.
En een ander punt wanneer het op religie en moraliteit aankomt, is dat religie, omdat het teruggrijpt naar eeuwenoude teksten en voorschriften, vaak een rem op morele vooruitgang kan zijn. Denk aan de positie van de kerk voor al die eeuwen en nog steeds tot op zekere hoogte, en van de islam over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Waar morele vooruitgang juist wel uitkomt, en dat klinkt misschien wat verrassend, dat is uit rationeel kritisch denken. En dat klinkt misschien verrassend, want op het eerste gezicht heeft rationaliteit bijzonder weinig met moraliteit te maken. Rationaliteit leidt niet tot, of leidt zeker niet automatisch tot empathie of tot altruïsme. Sommigen denken zelfs dat rationaliteit tot immoreel gedrag kan leiden. Denk aan de egocentrisch ingestelde homo economicus die enkel met zijn eigen winst bezig is en daarvoor over lijken zou gaan. Of denk volgens sommigen zelfs over de uitwassen van een vergedreven haatpolitiek die rationeel wordt uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de jodenvervolging door de nazi's. En inderdaad, rationaliteit is amoreel. Het is niet moreel, maar het is ook niet immoreel. Maar toch heeft kritische reflectie en rationele reflectie over morele vraagstukken heeft dat een enorm belangrijke en centrale rol in het creëren van morele vooruitgang. En volgens de moraalfilosoof Peter Singer is dat omdat wanneer we over moraliteit gaan redeneren, over morele kwesties gaan redeneren, gaan reflecteren op een autonome, kritische manier, dat we al snel tot bepaalde gedragingen uitkomen en tot bepaalde normen uitkomen die ver afstaan van onze intuïtieve moraliteit. Singer noemt dat the escalator effect of reason on morality. Het roltrap-effect, letterlijk vertaald, van redeneren op moraliteit. En dat uit zich volgens Singer op twee manieren. Enerzijds gaan we, wanneer we rationeel en autonoom gaan nadenken over morele kwesties, komen we volgens Singer al snel, en dat zie je in heel veel verschillende groepen, dat zie je ook doorheen de geschiedenis, komen we al heel snel uit bij het besluit dat er geen principieel verschil is tussen mensen van de eigen groep en mensen uit een andere groep, en zijn we daarom geneigd om tegen onze in-group, out-group bias in onze morele cirkel te gaan uitbreiden en ook de rechten van anderen, mensen die niet tot onze groep behoren, ter harte gaan nemen. Een tweede manier waarop dat zich uit is dat het ons in staat stelt om bepaalde morele aversies niet langer slaafs te volgen. Een mooi voorbeeld is homoseksualiteit. Nu, voor het overgrote deel van onze geschiedenis, en in sommige tijdperken was dat anders, maar voor het overgrote deel van de westerse geschiedenis werd dat heel sterk veroordeeld, zeker doorheen de hele middeleeuwen, werd dat gezien als onnatuurlijk en verderfelijk. Nu, de eerste denker die dat in het Westen echt zou gaan aankaarten en zou gaan challengen, was Jeremy Bentham, dat was een moraalfilosoof, een jurist ook, die op een volledig rationele manier nadacht over deze kwesties en tot het besluit kwam dat homoseksualiteit verbieden, dat dat meer leed bracht dan iets anders en dat homoseksualiteit op zich, wanneer het uiteraard met instemming van beide partijen gebeurt, wel dat dat niemand schade berokkent. En dus was hij de eerste die tegen de traditie, maar ook tegen de morele aversie van vele mensen in deze tijd inging tegen een verbod tegen homoseksualiteit. Dus door kritisch en rationeel te gaan nadenken, kunnen we ons gaan ontdoen van onze morele intuïties die soms niet, of morele aversies die soms heel problematisch kunnen zijn voor een samenleving. Want die morele intuïties, net zoals onze cognitieve, onze verstandelijke intuïties, waar we het nu reeds zo lang over gehad hebben, die intuïties van systeem 1, wel, die morele intuïties die zijn ook uiteraard het product van natuurlijke selectie. En die zijn geselecteerd, wel, omdat die
ons in staat stelden, of onze voorouders in staat stelden, om op een bijzonder goede manier met elkaar samen te werken. Maar, zoals we ook reeds zagen, wel is die spontane samenwerking en die harmonieuze samenleving, wel gaat die hand in hand met een argwaan en zelfs een hostiliteit naar andere groepen toe. En dan zie je ook dat de geschiedenis van de mensheid erin is van enorme ongeëvenaarde samenwerking binnen de groepen, maar evenzeer van in het dierenrijk volledig uitzonderlijke conflicten tussen verschillende groepen. Dus die morele intuïties die leiden niet altijd tot de beste resultaten voor onze samenleving. Die leiden niet altijd tot het grootste geluk voor de grootste aantallen. Integendeel, en dat zeker in een moderne context waarin we leven in multiculturele samenlevingen en een geglobaliseerde wereld. Maar gelukkig moeten we die morele intuïties niet slaafs volgen. Zoals Singer zegt, we kunnen wel degelijk morele vooruitgang tot stand brengen. Laten we gewoon kijken naar de voorbije eeuwen in Europa. En daar zie je dat tussen het einde van de middeleeuwen, zo'n goede 4 eeuwen geleden, en de dag van vandaag, dat er een enorme morele vooruitgang is geboekt. Aan het einde van de middeleeuwen en nog in het begin van de Renaissance, dus in de 17e eeuw, wel werden vrouwen verdacht van hekserij en werden ze daarvoor op brandstapels geworpen om een afschuwelijke marteldood te sterven. Werden religieuze dissidenten ook gefolterd tot de dood en was slavernij een geïnstitutionaliseerde realiteit. Vandaag erkennen we dezelfde rechten voor mannen en vrouwen en voor mensen van alle rassen. Dus het is redelijk duidelijk dat hier enorme morele vooruitgang is geboekt in eigenlijk een bijzonder korte periode. Nu, we moeten ons afvragen wat verantwoordelijk is voor deze morele vooruitgang. Het is niet dat we plotseling zoveel empathischer zijn geworden, dat onze natuur, onze menselijke psychologische natuur zo veranderd is en dat we veel empathischere, veel zachtaardigere mensen zijn geworden in die 4 eeuwen. Biologische evolutie werkt niet zo snel. We zijn biologisch gezien nog exact dezelfde mensen dat we waren 4 eeuwen geleden en eigenlijk ook veel langer, 10.000 jaren geleden. Dus wat heeft die enorme morele vooruitgang teweeggebracht? Wel, wat er veranderd is en wat die enorme morele revolutie op gang gebracht heeft in zo'n korte tijd, is dat na de dogmatische middeleeuwen, waarin morele kwesties enkel beslecht werden door terug te gaan op religieuze geschriften en de interpretatie van die geschriften door priesters, dat we voor het eerst, of dat mensen voor het eerst, dat filosofen voor het eerst, dat denkers voor het eerst toegelaten werden en de ruimte kregen om autonoom te gaan nadenken over belangrijke morele problemen, over de waarden van de samenleving en de manier waarop we moeten samenleven. En dan zie je dat uit de filosofieën van bijvoorbeeld een Kant en van bijvoorbeeld een Locke al snel het idee van mensenrechten tot stand kwam, een soort principiële gelijkheid van alle mensen, onafhankelijk van hun geslacht of van hun etnische achtergrond. Het is dus dat kritisch, rationeel, autonoom nadenken over moraliteit, over de waarden van een samenleving, dat die enorme golf van morele vooruitgang tot stand heeft gebracht. En dat is nog steeds wat er vandaag gebeurt. De morele status quo wordt vandaag nog steeds uitgedaagd door kritische denkers. Peter Singer, die ik vernoemde in de context van The Escalator Effect of Reason on Morality, een heel bekende moraalfilosoof van onze tijd, wel, die gaat op basis van kritisch, autonoom en rationeel redeneren nadenken over over dierenrechten en het feit dat dieren wel degelijk recht hebben op een inclusie in onze morele cirkel en dat we met hun belangen ook rekening moeten houden. Die doet dat reeds decennia lang en we zien dat er wel degelijk iets beweegt in samenlevingen op dat gebied.
En opnieuw, hij doet dat niet, en andere filosofen die daarover nadenken, doen dat niet zozeer op basis van een warm gevoel van empathie. Daarmee zou je misschien wel tot dierenrechten komen voor de soorten die ons esthetisch of op andere manieren het best liggen, zoals de fotogenieke dolfijn of de aaibare pandabeer. Maar dan zou je het minder snel opnemen voor diersoorten die niet echt beantwoorden aan onze esthetische normen, maar die, als we dat rationeel bekijken, daar uiteraard niet de prijs moeten voor betalen. Dus kritisch denken is wel degelijk de motor van morele vooruitgang. Dat heb je gezien doorheen de geschiedenis en dat zien we nog steeds vandaag. We moeten dus af van dat beeld van de koele reden tegenover de warme emotionaliteit. Want het is precies die reden en dat redeneren, dat reflecteren over belangrijke morele zaken, dat morele vooruitgang teweeg brengt en dat onze morele cirkel zo heeft geopend. Maar het belang van kritisch denken overstijgt proces van morele vooruitgang. We kunnen kritisch denken gaan linken aan vooruitgang in het algemeen. En in het Westen heb je twee grote momenten gehad waarin kritisch rationeel denken enorm naar boven gekomen. En het eerste moment was bij de oude Grieken, toen voor het eerst men de wereld ging gaan interpreteren niet op basis van mythologie en religie, maar autonoom ging proberen om die wereld te gaan begrijpen. De filosofie was geboren en daaruit zou de wetenschap ontstaan. En door de geboorte van de filosofie zien we enerzijds dat er enorm veel meer innovaties komen, dat er dus een enorme vooruitgang is in welvaart ook in die samenleving, doordat er meer innovaties komen. En zien we tegelijkertijd ook dat men voor het eerst in onze geschiedenis gaat experimenteren met samenlevingsvormen en bestuursvormen die heel inclusief zijn. Denk aan de eerste experimenten met weliswaar nog niet volledig inclusieve democratie bij de oude Grieken in de 4e, 5e eeuw voor Christus. Weliswaar nog niet volledig inclusief, zoals ik zei, want vrouwen en slaven hadden daar nog altijd geen rechten. Dus het was enorm voor verbetering vatbaar, maar het is toch een teken aan de wand dat men voor het eerst over dergelijke vormen van bestuursvorm ging nadenken, doordat men de ruimte kreeg om autonoom, rationeel te gaan nadenken over de wereld. En dan zou ons deel van de wereld, zou de westerse wereld of Europa, zou weer ondergedoken worden, ondergedompeld worden in duizend jaren van dogmatisch religieus gedomineerd denken en zou daar weer uit gaan ontwaken in die renaissance dat dan tot de verlichting zou leiden in die moderniteit vanaf de 16e eeuw en zeker dan de 17e en 18e eeuw. En opnieuw zien we hetzelfde gebeuren. Doordat er weer ruimte wordt gecreëerd om autonoom te redeneren, zie je enerzijds dat de moderne wetenschappen helemaal vorm krijgen en ontstaan. Het is de periode van Newton en de fysica en dan ook andere wetenschappelijke takken die zich gaan ontwikkelen. Dat ze op zijn beurt weer een enorme golf aan technologische innovaties met zich meebrengen en een verrijking van de samenleving met zich meebrengen. Maar zo anderzijds ook, zoals ik reeds aangegeven heb, leiden tot denkers die nadenken over de waarden en over de bestuursvormen van de samenlevingen. En dan zie je dat ook die samenlevingen radicale revoluties ondergaan. Denk aan de Franse revolutie en dan de Amerikaanse onafhankelijkheid, waar men heel expliciet stelde dat alle mannen en vrouwen, alle mensen, dat die bepaalde rechten hebben die hun niet kunnen worden ontnomen. Dus een enorme verbetering van de samenleving op alle gebieden. We kunnen eigenlijk stellen dat wij vandaag hier zo goed als alles te denken hebben aan het moedig denken van die grote denkers, zowel onze welvaart als onze rechten waarvan we hier genieten in onze open democratieën. Dus het belang van kritisch denken kan zeker niet onderschat worden.
En dat kritisch denken, dat zullen we ook nodig hebben vandaag om de uitdaging, de belangrijke uitdagingen waar we vandaag voor staan, om die op een goede manier aan te pakken. Voor het eerst in onze geschiedenis beschikken we over wapentechnologie waarmee we ongekende ravage kunnen aanrichten. Niet bepaald geruststellend voor een oorlogsvoerende soort. Voor het eerst ook in de geschiedenis moeten we met andere volken, andere groepen aan de andere kant van de planeet samenwerken in de globale economie, maar ook om die andere belangrijke uitdaging van onze tijd aan te gaan, klimaatverandering. En voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn, in een boek dat ik vorig jaar heb uitgebracht, het heet De Tweede Vervreemding, heb ik het over de mogelijkheden om tot een efficiënte wereldwijde samenwerking te komen. Spijt genoeg kan ik er hier niet verder op ingaan, maar ik kan één iets meegeven waarin ik echt geloof, dat is dat of we er zullen in slagen om die belangrijke uitdaging het hoofd te bieden, en ik denk dat we daar zullen in slagen, of we daar niet zullen in slagen, wel dat zal bepaald worden door één heel belangrijk gegeven. En dat is of kritisch, rationeel denken het zal halen van irrationaliteit. Want irrationaliteit heeft bloed aan haar handen. Het is irrationaliteit die leidt tot gewelddadige conflicten vanuit religieuze of andere ideologische optieken. Het is ook irrationaliteit die leidt tot ongekende ravage, zoals we zagen, in de financiële wereld en in andere contexten. Het belang van kritisch denken ligt dus niet zozeer in het belang dat het op ons eigen leven heeft, en dat is niet min, maar vooral in het belang dat het heeft voor de wereld, voor onze samenleving en voor onze toekomst. Kritisch denken is geen intellectuele voorkeur, maar is een kwestie van verantwoordelijkheid. En het is een blijvende strijd. Zoals reeds aangegeven, is kritisch denken geen spontane manier van denken. We doen het niet spontaan, we moeten het aanleren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat na die eerste grote opleving van het kritisch denken in de oudheid, dat de wereld weer ondergedompeld werd in 1000 jaar van dogmatisch denken. Ook nu moeten we de verwezenlijkingen van dat kritisch denken gaan beschermen en moeten we dat kritisch denken gaan beschermen en gaan promoten tegen dogmatische vormen van denken. En ik wil ook nog meegeven dat kritisch denken, we hebben het nu vooral over de westerse geschiedenis gehad, degene die ik ook het beste ken, maar dat kritisch denken geen louter westerse manier van denken is. Het werd ontwikkeld in Oosterse samenlevingen, in de Afrikaanse samenlevingen, in allerlei plaatsen, onafhankelijk van elkaar, op deze planeet. En we zien telkens dat een bepaalde groep meer ruimte maakt voor dat autonoom kritisch denken, dat, zoals ik reeds zei, er meer welvaart in die groep komt, dat er meer openheid van samenleving komt en dat er een meer verdraagzame samenleving tot stand komt. Dus dat is volgens mij het enorm grote belang van kritisch denken. En ik hoop dat jullie als nieuw gevormde kritische denkers daarbij jullie steentje kunnen bijdragen. Dat is het over het belang van kritisch denken. Zoals altijd sluit ik graag af met een korte samenvatting. Wat is de impact van irrationaliteit op de wereld? Of wat is de belangrijkste impact die we hier hebben gezien? Opnieuw probeer zelf het antwoord te formuleren. Wel, enerzijds positieve illusies, zoals overconfidence, de illusie van controle ook, kunnen tot oorlog en financiële crisissen leiden. En dan zagen we dat religie kan leiden tot groepsconflict en soms een rem vormt op morele vooruitgang. Wat is dan de motor van morele vooruitgang? En waarom is dat het geval? Wel, dat is kritisch rationeel denken. Want volgens Singer, en heel velen sluiten zich daarbij aan, gaan we bij reflectie onze morele cirkel gaan uitbreiden en ontdoen we ons van ongefundeerde intuïtieve aversies.
Dat is het voor vandaag. Een redelijk korte clip. In de volgende clip gaan we het hebben, dus het laatste college, gaan we het hebben over de wetenschappelijke methode. Gaan we al deze reflecties die we nu gehad hebben over kritisch denken, gaan terugkoppelen op een systematische manier over wetenschap en het belang van die wetenschap. Tot dan!